zit in de auto, maar het begint opeens keihard te regenen. Dus ja, we zullen maar zien of we überhaupt iets van Bali vandaag kunnen zien. Het is niet leuk dat het regent, maar hopelijk is het straks wel droog. We zijn nu bij de rijstvelden. Nou ja, we lopen nu heen. Oeh, gekke worm. Ja. Maar ze hebben hier ook swings. En vorig jaar was ik ergens anders geweest. Daar moest ik echt 3 kwartier wachten voor een foto. En hier is echt niemand. Maar we gaan naar de rijstvelden. Waar moeten we heen? Deze kant. Ja. Dit is wel echt een avontuur. Je kan daar dus ook lopen. Waar je daar mensen ziet. Mensen zijn ook aan het werk. Maar het is best wel een, ja, hike. Dat ook niet per se. Maar best wel een wandeling om hier doorheen te lopen. Behind the scenes van de dronebeelden. Daar vliegt hij. Rits is aan het besturen. Hierbij dronebeelden in 3, 2, 1. We zijn nu bij het Gunung Kawi en we moesten een leuk rokje aan. Ritchie heeft ook lekker een rokje aan. Heerlijk! We lunchen nu bij Water Fresh. En dit is mijn lunch. Ik heb een kipburger. Dit zou eigenlijk erop zitten, maar dat heb ik niet gedaan, want het is echt heel erg pittig. We hebben aardappeltjes en jij hebt bijna hetzelfde. Je hebt een Angus beef burger met aardappels en we hebben allebei vanille frappuccino. We zijn al de hele middag hier in Ubud. We zijn de markt af geweest. Ik heb aardig wat kunnen scoren. Ik ben echt een meester in afdingen hier. Omdat ik natuurlijk de taal spreek. En binnen 1 minuut heb ik eigenlijk voor mijn, ja, heb ik het item voor de prijs waarvoor ik het wil betalen. Want ik kan niet helder denken, want ik is echt mega warm. Maar ik vind het echt bizar, want ik heb video's gekeken van andere mensen, van toeristen die dan naar deze Ubud-markt gingen en dan dingen gingen afdingen. En het duurde echt een eeuwigheid voordat ze hun ideale prijs hadden. Maar dat had ik dus niet. Ik was echt best wel snel klaar en ik ben ook best wel snel tevreden met de prijs wat ik ervoor wil betalen. Maar ik zal het in een andere video wel laten zien wat ik hier allemaal heb gekocht. Maar ik ben zo opgelucht dat het best wel chill ging. Maar mocht je een keer naar deze markt komen, onthoud, het is een partijtje druk en chaotisch. Dat is de ingang van de markt, maar het is best wel groot en zigzaggend. Maar ja, meneertje is de droombeelden aan het kijken. Mm-hmm. Wat vind je ervan? Zie ze niet eens. Ik ben kijken welke effecten je erop kan gooien. Oh, nice. Maar we zijn weer terug in het hotel of in onze kamer. Wat vond je van vandaag? Vermoeiend, warm. Meer benauwd, want yeah. Het was ook, was ook een dikke bui onderweg. Ja, regenbui. Ja. Maar het was wel leuk. Het was wel een pittige ochtend, want we zijn naar 3 locaties geweest als het ware. Maar het was wel leuk. We konden nog wel, zeg maar, we hadden een chauffeur voor de dag gehuurd. Dezelfde persoon die ik vorig jaar ook had gehuurd toen ik met mijn moeder was. Maar hij wilde ons nog wel verder rondrijden. Maar we zeiden van ja, het is goed zo voor vandaag. Want we waren vanaf 8 uur 's ochtends onderweg. En het is op dit moment 3 uur. Dus het is helemaal prima. Misschien gaan we nog even bij het zwembad chillen. En anders gewoon, ja, lekker op de kamer chillen. Wat het ook zo is, Bali is echt een eiland dat heel veel moois te bieden heeft. Maar soms is het qua temperatuur ook niet uit te houden. Ik wil wel, ja, ultiem van het moment kunnen genieten en niet half-half. Toen we bij de rijstvelden waren, dacht ik van, oh, misschien is het wel leuk om het hele stuk te lopen, want het was mega groot. Maar ja, dan ben je ook alweer 2 uur, misschien meer, verder. En dan ben je gesloopt, volop in de zon. Dat is dan weer niks voor mij. Ieder zo zijn dingen, maar het is wel heel erg mooi om het gezien te hebben.
Dus ja. Een hele goede morgen. Ik heb een beetje een shock net gehad. We zaten net daar te ontbijten. En de grond begon opeens te trillen. We hebben dus een aardbeving meegemaakt. Het was wel een hele kleine schok. Het was een beetje het trillen. Ja, Rit zei dat het leek alsof je in een massagestoel zat. Ik zit nog steeds een beetje te shaken. Ik heb al eerder in Indonesië een aardbeving meegemaakt. Maar toen was ik aan het slapen. Toen had ik vrij weinig van gemerkt. Iedereen komt naar buiten, maar het begon wel een beetje te trillen. Maar volgens mij is het nu voorbij. Mijn hart. En nu hebben we onszelf verplaatst naar het zwembad. We gaan nog niet zwemmen. We gaan gewoon even lekker chillen hier. Hoi. Hoi. En ik ben een beetje nog steeds in shock wat er net is gebeurd. Ik weet het. Ik ben altijd zo'n overthinker. Dus ik maak dingen erger dan dat het is. Maar het is op zich wel erg. Het is meer van, ik ben gewoon bang dat het nog een keer gaat gebeuren, maar dan is het een stuk erger. Ik ben gewoon rustig, ademen. En ik moet gewoon even aan iets anders denken. Ik heb mijn bril opgedaan omdat ik daar behoefte aan had. Ik had een beetje last van mijn lenzen. Maar wij gaan avondeten. Ik heb niet elke dag laten zien wat wij hebben gegeten. Want soms wacht ik het ook al. Was ik gewoon heel erg in het moment. Maar wij eten elke avond hier in het hotel. Want dat zat bij onze boeking. Dus dat is wel zo chill. En dat is ook weer geldbesparing. Dus wij gaan zo naar het restaurant van het hotel. En ik weet onderhand wel wat er allemaal op het menu staat. Maar ik weet nog steeds niet waar ik zin in heb. Dus ik ga er nog even voor nadenken. En het is 7:15. Selamat pagi. Het is vandaag onze laatste volle dag hier. En we begonnen de dag met een soort van strandwandelingetje. We willen nog een keer met de drone gaan vliegen. Maar ja, het is de wind is best wel aanwezig. Dus dat is wel heel erg jammer. Omdat Rich en ik nog beginnende dronevliegers zijn. Ik heb wel alle respect voor je dat je voor mij gewoon wilt vliegen. Want ik durf het gewoon niet aan. En ik wil niet zeggen dat ik per se bang ben, maar sinds gisteren dat die aardbevingen was, ben ik wel heel erg op de hoede van gaat er wat gebeuren. En nu ook bij het strand, ze zeiden dat er geen teken was van een tsunami, dus ik hoef eigenlijk niet bang te zijn, maar toch, you never know, ik ben wel gewoon erg op de hoede. Maar dat laat me niet tegenhouden dat ik niet kan genieten, dus we gaan nog lekker van onze laatste dagje genieten. We wilden eigenlijk heel misschien nog de taxi pakken om ergens naartoe te gaan, maar we dachten we kunnen ook gaan lekker chillen, dus we zijn nu gewoon een beetje aan het wandelen. Mooie dingen spotten, water spotten, mooie strandhuizen bekijken. Ik vind het helemaal prima. Even een update over deze vakantie. Ik wilde eigenlijk gewoon straight zeggen. We gingen net inchecken, want we konden online inchecken. Dus we gingen alles indoen. Ze zeggen dit tegen mij, we kunnen upgraden. Want onze droom was al op de heenweg om business class te vliegen. Maar dat is een partijtje pittig duur. Ik kan wel zeggen hoeveel het voor een enkeltje was. Of bij, nee, wat was het voor een retour? Toen was het 5000 euro. Voor naast elkaar. Voor twee personen of voor één? 5000 euro PIP. Oh ja. Het zou 5000 euro per persoon zijn als we een retourtje business class wilde vliegen naar Bali. Nou, dat is echt belachelijk veel geld. Want dan ben je 10.000 euro kwijt voor alleen maar een stoel. Dus dachten we, nee, dat gaan we niet doen. Maar we gaan het in de gaten houden als we het kunnen upgraden. Ja, ons budget daarvoor was iets van 200 euro. Dat is wel belachelijk, zeg maar, goedkoop in verhouding. Maar net konden we dus upgraden voor 400 pp. En ik zat echt zo van, weet je, fuck it, we doen dit gewoon. Want deze vakantie hier was over het algemeen, het leven hier is best wel goedkoop. Ik zeg, weet je, ik heb toch nog geld over. We gaan dit gewoon doen. Dus we hebben geüpgraded naar business class. Dat is echt een droom voor mij die uitkomt. Het is maar een stoel, maar het is wel een ervaring, vind ik zelf. Want ik kijk heel veel van zulke video's. Dus wees voorbereid op een business class avontuur video. Daar ga ik gewoon een aparte video van maken. Want kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen dromen. Maar dit is die van ons.
Hele goede morgen. Dit is onze laatste ochtend hier op Bali. Ik lijkt net alsof ik net uit mijn bed ben gerold. Zo ziet het er tenminste uit. Dat is niet het geval. We hebben al heerlijk ontbeten. En we liggen weer op ons plekje aan het zwembad. Dus we gaan hier nog even de hele ochtend chillen. En dan gaan we alles doen. Klaarmaken. En eindmiddag vertrekken we naar het vliegveld. En dan gaan we weer naar huis. Dus ja, we gaan gewoon genieten van het weer. Beetje zonnen, beetje zwemmen. Gewoon even nog genieten van het niks doen. Ik had gisteren deze kimono gehaald. Het is heel chill om hem gewoon over mijn badkleding te doen. Dus dan heb ik het niet zeg maar al te koud, want het waait best wel hier. En vandaag wordt ook een brildag, omdat we natuurlijk gaan vliegen. Dan vind ik het chills om mijn bril te dragen in plaats van mijn lenzen. Het is inmiddels bijna 7:30 en wij zijn al op het vliegveld. En ik heb net een impuls aankoop gedaan, namelijk ik heb een boek gekocht. Het is bij mij een soort van ritueel dat ik altijd op het vliegveld iets bij een boekenwinkel haal. Soms is het een tijdschrift en in dit geval is het een boek. Het staat op Good Vibes, Good Life. En ik vond hem wel heel inspirerend klinken. Hij was 235.000 rupia. Ik weet even niet hoeveel dat in euro's is. Ja.